En nu gaan we tonen hoe we de stekken knippen. Wat is er belangrijk? Als we de stengel bekijken, we zien de bladeren, de stengels, de ogen en de luchtwortels. We gaan nu de plant in stukken knippen en straks gaan we een detail laten zien van hoe dat we ze knippen. We gaan de plant in verschillende stukken knippen, in één kopstek en verschillende bladstekken. Wat heb je nodig om goede stekken te knippen? Is een mooie scherpe schaar. Hoe scherper de schaar, hoe mooier de snede van de stek is. Als je met een botte schaar knipt, dan kneus je de cellen. Als je de cellen kneust, zal je sneller kans hebben op rot. We laten twee bladeren staan. Hier zie je het oog. En we knippen ongeveer 2 tot 3 centimeter boven het oog de stek af. De kopstek bestaat meestal uit 3 bladeren. 1, 2, 3. Het blad dat nog moet ontrollen, dat wordt niet meegeteld. Wat doen we om de plant mooi in de vaas te krijgen, is we knippen de luchtwortel ongeveer op een tiental centimeter. Luchtwortel op 3 centimeter. Stek nummer 3. Luchtwortel op 10 centimeter. Stek nummer 4. Dus we nemen een mooie, propere vaas waar we leidingwater in doen. We zien dat er voldoende water in zit om de wortels onder water te krijgen. Twee. Drie. Vier. We verfrissen het water niet, omdat de planten ook groeihormoon maken om de beworteling te bevorderen. Als je ziet dat de planten toch beginnen te rotten, dan haal je wel uit het water, je spoelt ze af, je knipt de rottende deeltjes af en je begint weer van vooraf aan met een propere vaas en proper water. Als het waterniveau in de vaas zakt, omdat er verdampt, omdat de planten water opnemen, dan kan je altijd een beetje bijvullen met schoon leidingwater. Dus deze zetten we even weg.